Hi allemaal, welkom op mijn kanaal. Als je hier nieuw bent, blijf kijken en abonneer je als je het leuk vindt. Ik ga vandaag chocolade cupcakes maken zoals je ziet. Ik heb voor deze cupcakes nodig boter. Nou, de boter probeer ik altijd zo klein mogelijk te maken, dus ik snij ze in kleine blokjes. En ja, het is eigenlijk, dit is gewoon op kamertemperatuur. Het is heel fijn als je de boter zo zacht mogelijk hebt, zeg maar. Dus ja, ik heb mijn boter een dag van tevoren uit de koelkast gehaald. Maar het is helemaal niet erg, of je misschien 2 dagen gewoon, dat het echt gewoon lekker zacht is. En dan is het beter om te verwerken. Nou, zoals je ziet met de vork en het mes ben ik hier bezig dan de boter kleiner te maken en blokjes te snijden. Je moet het zo zien, chocoladecakes zijn altijd geliefd. Hè? De meeste mensen houden van chocola. En ja, chocola is gewoon lekker, toch? En ja, chocolade cupcake, dat noem je zo omdat je de cupcakes maakt met cacao poeder. Cacao poeder wordt van chocola cacaobonen gemaakt. Hè? Dat is eigenlijk de basis van chocola eigenlijk ook. En die gebruik je dan in poedervorm, kan je het gebruiken voor je cakes. En ook voor andere dingen die je van chocola wil maken. Bijvoorbeeld chocoladefla of zo. Of dat je eigenlijk ook met deze cacaopoeder kan je ook lekker een glaasje chocomel voor jezelf maken. De cacaopoeder zelf smaakt toch best wel bitter, zeg maar, als je het gewoon rauw zou eten. Dus je moet het altijd met iets verwerken, zeg maar. En in dit geval gaan we het voor de cupcakes doen, zeg maar. Nou, ik heb nu bijna alle boter in blokjes gesneden. Ik heb hier 250 gram boter. Nou, die doe ik dan in de beslagkom, zeg maar, in de kom. En die ga ik mixen. Ik begin altijd eerst even met de laagste stand. En ja, meestal gaat het dan zo bij de mixer vast zitten. Maar dan doe ik het hoger en dan klopt het alles los. Ja, dat kan je goed zien. Hè? Dan zie je dat alles gewoon loskomt. Dan voeg ik de suiker toe. Ik heb hier ook 250 gram suiker, gewoon kristalsuiker. Ik heb ook, omdat de boter een beetje wat smeuiger te maken, heb ik heet water. Ik doe een paar eetlepels heet water. Voeg een paar eetlepels heet water toe. Dan is het niet echt heet, maar echt gewoon normaal warm water, zeg maar. En dan mix ik het ook om het wat smeuiger en makkelijker te mixen. Te maken. Dan voeg ik dan eieren toe. Voor dit recept gebruik ik 4 eieren. En dan ga ik het goed mixen. En je moet geduld hebben om te mixen. Totdat het eigenlijk, want meestal als je de eieren erin hebt, dan lijkt het alsof het een beetje schiftig is. Maar als je goed je tijd hebt en doormixt, dan wordt het dan een glad geheel, zeg maar. Ik ga nu de meel doen. Ik voeg aan de meel voeg ik dan de cacaopoeder toe. Meestal doe ik ongeveer 45 gram cacaopoeder als ik dat maak. En dan ongeveer 300 gram, 250 tot 300 gram meel. Ik voeg natuurlijk bakpoeder eraan toe. Je kunt
bakpoeder en ook baksoda gebruiken, een combinatie van die twee. Dat is echt voor het luchtige van je cake, hè? Nou, dan meng ik het alles goed door elkaar. Nou, echt alles goed mengen totdat je geen witte plekken meer ziet. Dus als je echt niet gewoon de kale meel ziet. Echt gewoon dat echt alles goed een combinatie wordt van de cacaopoeder in de meel. En dan natuurlijk ook goed voor de baking soda en de bakpoeder. Nou, zoals je in de mixer kon zien, zie je dat het echt best wel glad is geworden. Ik ga hier ook karnemelk aan toevoegen. En de combinatie van de karnemelk en de baking soda en de bakpoeder zorgen er straks voor dat je echt een hele lekkere zachte cake hebt. Hele lekkere zachte cupcake. Nou, dan ga ik lepel voor lepel de meelmix eraan toevoegen. En dan als ik het toevoeg, zoals je misschien nu ziet in dit filmpje, dan doe ik de mixer dan toch op een iets wat lagere stand om gewoon op alles rustig te mixen. En dan doe ik gewoon om en om, doe ik wat kanemelk erbij. Ik heb voor dit recept 100 ml kanemelk. Nou, dit is dan het beslag. Een cupcake beslag. Nou, dan doe ik met mijn spatel, in dit geval mijn pannenklikker, roer ik het allemaal even nog goed door elkaar, zodat elk plekje echt goed gemixt is. En dan nog eens met de mixer, zeg maar. Om de plekjes die je gemist had ook mee te mixen. Dan ga ik vervolgens verder de rest van de karnemelk eraan toevoegen. En dan goed mixen. Nou, dan ziet je deeg er dus zo uit. Meestal roer ik het dan nog even goed na en dan ga ik het vervolgens in de vormpjes doen. En dat doe ik meestal gewoon per vormpje een volle eetlepel. Dat doe ik dan op deze manier. Ik gebruik twee lepels. De ene lepel om een beetje sturing te geven dat het goed in het vormpje terechtkomt. Je zou bijvoorbeeld ook een ijslepel kunnen gebruiken, zo'n ijsschep. Dat is ook handig. Zeker als je in elk vormpje de juiste hoeveelheid wil hebben. Maar als je dan goed kijkt, je weet ongeveer een volle eetlepel. Dat is, je doet er meestal niet echt meer in. Dus een goede volle eetlepel is altijd wel goed. Nou, ze zijn klaar. Dan zien ze er zo uit. Ik heb ze in de oven gedaan voor ongeveer 15 tot 20 minuten. En dan zien ze er zo uit. Ze zijn goed gelukt, zoals je ziet. En ik ben weer blij. Geef me een like als je deze video leuk vond. En deel het gewoon met je vrienden en kennissen. En als je iets wil zeggen over deze video, doe het dan onder hier in de commentaren gedeelte. En ga ik je dan zeggen van tot de volgende keer. En bedankt voor het kijken. Dag hoor!